Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Heel veel plezier met het luisteren hiervan. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie en extraordinary ontwikkeling? Neem dan een kijkje op www.debewustzijnsschool.nl. Wij zijn er helemaal voor jou. Geniet! Welkom bij deze podcast over human design en wat dat je kan brengen in jouw bewustwordingsproces. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Michelle Mathezing, ik ben coach en ik schrijf blogs voor de Bewustzijnsschool. En ik volg de Business School, een opleiding voor bezield ondernemen aan de Bewustzijnsschool. Velen van ons zijn via de Bewustzijnsschool of op andere manieren en plekken in deze tijd op zoek naar zichzelf. Naar wat ons werkelijk drijft en wat we werkelijk willen. Vaak omdat we voelen dat oude gewoonten en keuzes geen voldoening meer geven. En ik denk dat we in een nieuwe tijd leven waarin we allemaal uitgedaagd worden om een nieuwe balans te vinden in onszelf die meer klopt met wie wij werkelijk zijn. Maar wie zijn we dan werkelijk? En je hoort vaak dat mensen zeggen: luister naar jezelf, luister naar je gevoel en volg je hart. Maar de grote vraag is natuurlijk: waar mag je dan precies naar luisteren? En in dat kader wil ik graag iets vertellen over human design. Human design is een revolutionair systeem voor zelfbegrip. Met aspecten van westerse en oosterse wetenschappen daarin. Onder andere de I Ching, de chakraleer, de Joodse Kabbala, de astrologie en de kwantummechanica. Het geeft je op basis van je geboortedatum, tijd en plaats een soort van blauwdruk van jezelf, van jouw unieke ontwerp. Je zou kunnen zeggen een soort handleiding voor jezelf. En die is dus uniek, want niemand is hetzelfde. En het mooie is dat jouw blauwdruk, of jouw chart zoals het genoemd wordt in human design, een plaatje van jouw ontwerp, je daarbij een heel persoonlijke handleiding kan bieden. Je krijgt daarmee zicht op jouw persoonlijke gereedschap om jouw eigenheid te kunnen leven. En het gaat, als je dat wil, best diep. Het gaat tot de kern van jouw eigenheid. En het geeft daarbij echt heel praktische handvatten voor dagelijks leven. Het geeft je vooral inzicht in waar jij naar mag luisteren bij het nemen van belangrijke beslissingen in je leven. En wat voor jou de beste manier is om jouw weg te vinden in het leven. Je gaat ook zien wat jij van nature hebt meegekregen om jouw unieke bijdrage te leveren aan de wereld. En het geeft je de mogelijkheid om je bewust te worden van aangeleerd gedrag wat je in de loop van je leven hebt opgedaan, maar wat eigenlijk niet bij jou hoort en wat je dus ook los mag laten. Nou, om een tipje van de sluier op te lichten wil ik jullie een paar belangrijke begrippen uit human design vertellen. Ik wil iets vertellen over de vier verschillende menstypes die in human design worden onderscheiden. En het type zegt eigenlijk iets over hoe je het beste om kunt gaan met jouw levensenergie. Bij ieder type hoort ook een zogenaamde strategie. Dat is een bepaalde handelswijze die passend is bij jouw specifieke type, waarmee je zoveel mogelijk in harmonie met jezelf en uiteindelijk ook met je omgeving kunt handelen. Een ander belangrijk begrip in human design zijn de energiecentra. Dat zijn er 9. En die kunnen ingekleurd zijn of niet. En dat zijn, die zeggen eigenlijk iets over op welke eigenschappen je mag vertrouwen. En waar jij beïnvloedbaar bent en kunt leren. Maar ook makkelijk gedrag kan gaan overnemen van anderen. Wat misschien eigenlijk niet bij jou hoort. En tot slot wil ik jullie iets vertellen over het begrip autoriteit. Je zou kunnen zeggen de innerlijke stem waar jij op mag vertrouwen bij het nemen van beslissingen. Ik zal beginnen met die vier menstypes. Human Design maakt onderscheid in 4 types.
die dus iets zeggen over hoe jij het beste met jouw levensenergie om kunt gaan. En hun daarbij behorende energiestrategie. De eerste groep, dat zijn de zogenaamde manifestors. Dat is ongeveer 8% van de mensheid. Dus niet zo'n grote groep. Je zou kunnen zeggen dat zij de initiator zijn, de vernieuwers. Mensen die nieuwe zaadjes planten en nieuwe ideeën lanceren. Vaak zijn het eenlingen in hun gedrag. En voor hun is een strategie die heel belangrijk is: informeer anderen voordat je handelt. Omdat ze vaak de troepen al vooruit zijn en moeten zorgen dat ze de rest van de mensen niet kwijtraken. De tweede groep, grootste groep, 70% van de mensen, zijn generators. De bouwers of de werkers. Heel veel energie is er in hun design en zijn eigenlijk altijd bezig met van alles om die energie ook te ontladen. Generators zou je kunnen zeggen zijn de mensen die de zaadjes die de manifester plant tot wasdom maar brengen. Voor generators is het heel belangrijk dat zij de dingen die op hun pad komen laten gebeuren en dat ze reageren op wat zich aandient. Dus niet zoals de manifestors allerlei dingen te gaan beginnen of zelf te verzinnen, maar eigenlijk heel erg mee te bewegen met wat het leven op hun pad brengt. De derde groep zijn de projectors. De adviseurs die anderen helpen om hun energie in goede banen te leiden. 21% van de mensen zijn projectors. Zij hebben eigenlijk geen vitale energie van zichzelf, zoals de generators. Maar zijn er dus veel meer om anderen te helpen om goed met hun energie om te gaan. Dus coaches, managers, adviseurs. En voor projectors is het van levensbelang dat zij wachten op de uitnodiging. Dat is hun strategie. Want als je mensen gaat adviseren die daar niet om gevraagd hebben, dan stuit je meestal op weerstand. Dus wacht op de uitnodiging tot je gevraagd wordt om jouw waardevolle bijdrage te leveren. De laatste groep, het laatste type, dat is de reflector. Is maar 1% van de mensen, dus dat is echt een kleine groep. Dat zijn mensen die eigenlijk in hun design helemaal open zijn. Ik zal daar straks iets over vertellen nog bij de energiecentra, wat dat betekent. Maar de reflectors reflecteren eigenlijk wat er om hen heen gebeurt. Ze hebben van zichzelf weinig eigenheid. En zijn in die zin, zou je kunnen zeggen, de barometers van de samenleving. En laten eigenlijk zien wat er om hen heen gebeurt. Voor hun is de strategie, wacht zeker een maand voordat je een beslissing neemt. Om te voorkomen dat je eigenlijk dingen gaat doen of gaat beslissen die niet van jou zijn. Maar omdat je daarbij beïnvloed wordt door anderen. Nou, als je weet wat voor type je bent, geeft dat eigenlijk al heel veel inzicht in hoe je energetisch in elkaar zit. Dan iets over die energiecentra. In ieders persoonlijke chart, hè, dus het kaartje of de tekening van jouw unieke ontwerp, zie je 9 energiecentra. En die kunnen gekleurd zijn of wit of open. De eigenschappen in de gekleurde gebieden zijn een vast en permanent onderdeel van jou. Betrouwbare en altijd aanwezige kwaliteiten. Terwijl je in de open centra open staat voor invloeden van buitenaf. Dus zowel voor het kunnen leren, ontwikkelen en groeien, maar ook voor conditionering. Dus wat andere mensen jou meegeven als dat wat gewenst is of wat hoort, maar wat dus eigenlijk niet oorspronkelijk van nature bij jou hoort. Het is goed om je bewust te worden van waar jij gevoelig bent voor het aannemen van gedrag dat dus eigenlijk niet van jou is, maar dat anderen wel van je verwachten. Bijvoorbeeld in de opvoeding gebeurt dat natuurlijk op je werk, maar ook in je partner. In je partnerrelatie. Dus heel erg mooi om te kunnen zien waar jij in ieder geval kunt checken of je werkelijk doet wat voor jou klopt. Nou, het laatste begrip wat ik wil behandelen is het begrip autoriteit. Bij ieder design hoort een autoriteit. Zoals ik al zei, eigenlijk de innerlijke stem waar je naar mag luisteren bij het nemen van beslissingen. En dat is altijd één van de energiecentra. Alleen is het nooit je hoofd. Jouw echte innerlijke waarheid en wijsheid bevinden zich niet in je hoofd, maar op andere niveaus. En als je daarnaar kunt leren luisteren, want diep van binnen weten we perfect wat goed voor ons is, zal onze mind, ons hoofd, niet meer onze beslissingen bepalen door middel van rationalisaties.
En Human Design laat je dus heel mooi zien op welke innerlijke stem of autoriteit jij mag vertrouwen. En dat is dus voor iedereen weer anders. En het maakt een groot verschil of je bijvoorbeeld een emotionele autoriteit hebt, of een sacrale of een intuïtieve bijvoorbeeld. Ik kom daar zo nog even op terug. Ik zal proberen nu iets nog te verduidelijken aan de hand van mijn eigen chart. Ik ben zelf ongeveer een jaar geleden met Human Design in aanraking gekomen. Eigenlijk heel toevallig, via een lezing waar ik voor uitgenodigd was. En nou, die middag gaf wel een andere wending aan mijn leven. Want ik kwam erachter daar dat ik een zogenaamd projector ben. En er viel heel veel kwartjes voor mij. Projectors, zoals ik net al zei, zijn eigenlijk niet gemaakt om met heel veel energie altijd maar bezig te zijn en hard te werken. Omdat ze die sacrale energie, die vitale energie van generators niet hebben. En mijn bijdrage als projector is dus vooral om anderen te helpen om hun energie in goede banen te leiden. En ik ben natuurlijk ook niet voor niks hulpverlener geweest, heel lang manager en nu coach. Ik kwam er ook achter dat het dus voor mij heel erg logisch en natuurlijk is dat ik veel rust nodig heb. En dat ik niet gelukkig word van een 36-uurige werkweek. En dat het ook niet raar is, of dat ik niet raar ben, omdat ik de wereld anders ervaar dan zo'n 80% van de mensheid. En ik mag dus bijvoorbeeld loslaten dat ik niet net zo energiek hoef te zijn als de rest, want dat hoort gewoon eigenlijk niet bij mij. Ik kwam erachter dat de strategie die bij de projector hoort dus is wachten op de uitnodiging. Want met mijn doordringende aura, waarbij ik vaak heel veel bij mensen aan kan voelen en kan zien wat er bij mensen speelt, mag ik mijn waarnemingen en kennis pas delen met mensen die daarvoor openstaan en daarom vragen. En soms is dat hartstikke lastig als je je mond moet houden, terwijl je precies ziet hoe het in elkaar zit. Maar ik snap nu ook wel veel beter waarom mensen soms afstand van mij houden. En als ik dat respecteer, dan voorkom ik ook dat ik in mijn valkuil stap. Hè, dat ik verbitterd raak omdat mensen mij niet zien voor wat ik te brengen heb. Nou, mijn autoriteit of innerlijke stem heb ik ontdekt door Human Design is mijn emotionele centrum. Dat betekent dat ik, als ik een beslissing neem, altijd eerst mijn gevoelsgolf mag doorlopen en dan pas een beslissing mag nemen. En dat is eigenlijk nooit een beslissing in het moment, omdat je emoties altijd zich in golven afspelen. Dus als ik vandaag op iets ja zeg, dan denk ik misschien morgen van toch eigenlijk niet zo'n zin in. Dus belangrijk om mijn tijd te mogen nemen om een belangrijke beslissing te nemen. En dat is wel heel anders als je emotioneel een emotionele autoriteit hebt dan bijvoorbeeld bij iemand die zijn intuïtie als autoriteit heeft of zijn sacrale centrum. Dat wil zeggen dat je je onderbuikgevoel mag volgen. Want die mensen mogen juist wel in het moment luisteren naar hun ingevingen of hun onderbuikgevoel. Dus eigenlijk heel erg belangrijk om te weten waar jij specifiek naar mag luisteren als jij beslissingen neemt die voor jou jouw weg in het leven bepalen. En hieruit blijkt in ieder geval dat niet iedereen dus naar zijn gevoel of naar zijn hart moet luisteren, zoals vaak gezegd wordt. Want als je geen emotionele autoriteit hebt, dan moet je dus niet zozeer naar je gevoel luisteren. Het gaat er natuurlijk wel om dat we allemaal naar onze innerlijke stem leren luisteren. Maar die is dus voor iedereen verschillend en dat laat Human Design je dus ook heel mooi zien. Wat kan Human Design je opleveren? Human Design geef je dus niet alleen handvatten om je eigen weg in het leven steeds moeitelozer te kunnen gaan. Het heeft ook heel veel invloed op je relaties. In de opvoeding bijvoorbeeld kun je, als je je eigen design weet en dat van je kind, veel onbegrip en strijd voorkomen en je kind helpen om zijn unieke weg te vinden door hem te helpen luisteren naar zichzelf op zijn manier en geen dingen te vragen die een kind misschien niet in zich heeft. En ook met het besef dat hij anders in elkaar zit dan jij. In relaties, of dat nou liefdesrelaties zijn of relaties met vrienden of in hun familie, worden bepaalde kwesties veel verklaarbaarder en acceptabeler als je van jezelf weet hoe je in elkaar zit qua design en de ander. Als je bijvoorbeeld weet hoe verschillend je beiden met emoties of met je energie omgaat, kun je dat veel beter plaatsen en hoef je daar eigenlijk helemaal geen strijd meer over aan te gaan. Maar kun je accepteren dat de ander anders is dan jij en dat dat ook helemaal oké is. Ook in werksituaties bijvoorbeeld, hè, met collega's, kun je gaan zien waarom je bijvoorbeeld met de een veel beter kunt samenwerken dan met de ander.
Of waarom je op je werk altijd zo gestrest voelt. Misschien ben je wel een projector en werk je samen met allemaal generators die allemaal gaan als een banaan als het om de energie gaat. En dat kan jij misschien helemaal niet bijbenen. Nou, door je design te kennen wordt dat ook veel inzichtelijker wat daar zich dan afspeelt en hoe je daar zelf mee om kan gaan. Als wat je tot nu toe gehoord hebt iets in je geraakt heeft en als je misschien met bepaalde levensvragen zit, bijvoorbeeld, ben ik altijd maar op zoek naar mezelf? Waarom ben ik eigenlijk altijd maar op zoek naar mezelf? Waarom voel ik me niet op mijn plaats in mijn werkomgeving? Waarom voel ik me zo vaak niet begrepen door mijn partner of niet gezien en gehoord door mijn familie of vrienden? Waarom ervaar ik zoveel stress en heb ik het gevoel dat ik geleefd word? Hoe komt het dat ik zo vaak conflicten met mijn kinderen heb en zo vaak terugval in oude patronen? En hoe komt het dat ik het gevoel heb dat ik het nooit goed genoeg kan doen? Of heb je vaak het idee dat je verkeerde beslissingen neemt? Door het kennis nemen van je eigen design kan je een heel ander licht op deze vraag gaan werpen. Ik heb ervaren dat mensen die kennis nemen van hun design vaak meteen al een soort van opluchting ervaren. Ze zien het als een openbaring en voelen het alsof ze eindelijk gezien worden zoals ze werkelijk zijn. En dat geeft nieuwe energie. Het geeft je dus ook inzicht en op een bepaalde manier verlichting. Want je hoeft niet eindeloos aan jezelf te sleutelen. Je bent goed zoals je bent. En je mag eigenlijk steeds meer worden wie je werkelijk bent. Het geeft helderheid en rust. Want je mag dus loslaten wat je niet bent en wat niet bij jou hoort. Het geeft je eigenlijk vleugels. Want je hoeft niet meer aan iets te voldoen. En je kunt steeds natuurlijker en authentieker door het leven gaan, zonder moeite. Als je nieuwsgierig bent geworden door alles wat ik verteld heb naar jouw unieke design, kijk dan eens naar je eigen chart. Op internet zijn meerdere sites waar je op basis van je geboortedatum en tijd en plaats een uitdraai kan maken van jouw unieke chart. Kijk er eens naar en kijk wat het met je doet. En als je meer wil weten, kun je ons volgen op Facebook, Human Designed Leven. Of neem contact op en stel je vragen. Voor mij is Human Design een heel mooi avontuur om steeds meer mezelf te worden. En ik heb er na dit jaar al ontzettend veel profijt van gehad. Dat gun ik iedereen. Ik wil je bedanken voor je aandacht. En misschien tot ziens.